Deze nieuwsuitzending die gaat over Romeinen 12. Is een boek uit het, Romeinen is een boek uit het Nieuwe Testament. En daarvan hoofdstuk 12. Ik heb zin, ik heb goesting om dit voor te lezen en jullie te vertellen. Nou, voordat ik begin te luisteren naar mijn eigen prachtige geoude hoer. Ik altijd, ja, ik ben een narcist. Ik grapje. Maar voordat ik begin, ga ik stilstaan bij de reden dat onder deze video staat in de toelichting, de description box, daar staat een stuk tekst met een aantal links. En de eerste twee, die eerste is van Alan Watts en de tweede is van Jörg Liesman. Ik wil dat jullie naar die mensen gaan luisteren. Zonder meer. Alan Watts is geboren in Schotland en die woont nu in Ontario, in Canada. In het noorden van Ontario. Ik weet niet precies waar Ontario ligt. Dat is ook niet zo belangrijk. Canada is veel te ver weg. Moet ik een waterfiets hebben? En dan kom ik aan in New York. En dan doorfietsen met een... Kortom, dat wordt helemaal niks. Alan Watts is heel dicht bij jou. Je kan zo klikken hieronder. Een klik. Zo www.cuttingthroughthematrix.com. Klik en dan ben je daar. Ga maar luisteren. En daarna ga je luisteren naar Jörg Liesman. Tenzij je een christen bent. Dan ga je misschien eerst luisteren naar Jörg Liesman. Want Jörg Liesman is een christen. Ik ook. Alan Watts niet. En als je een christen bent, kan je misschien als eerste toch gaan luisteren naar Alan Watts. Dat moet je maar even zelf bepalen. Is dit genoeg reclame voor Alan Watts en Jörg Liesman? Als je naar beneden scrollen, dan moet je even over je Korsakoff, dementie, afwijking, wat heb je nog meer? Ziekte van Crohn of zo. Scrollen naar beneden. Ja, en dan klik. En dan ben je van het oude hoer van mij af. En dan ga je fijn luisteren naar Alan Watts. Hi folks, I am Alan Watts. Heerlijke vent. Jörg Liesman ook, by the way. Ik vind wel van Jörg Liesman dat hij van die dramatische muziek heeft aan het begin. Maar daar heeft Alan Watts ook last van, hoor. Dat ze zo'n openingsmelodie hebben. Ik denk van ja, die ken ik wel. Dus ik doe dat ook niet. Ik doe geen openingsmuziek. Af en toe doe ik een muziekje erin. Maar meestal is dat dan omdat ik naar de keuken moet lopen om een biertje te pakken. Doe ik even de muziek aan. Kan ik een beetje toegeven aan mijn alcoholistische verslavingsgedrag, gedachten. Want ja, ik ben zo nuchter. Ik ben te nuchter voor deze wereld. Oh, wat een puinhoop is het, zeg. Maar gelukkig hebben wij de Bijbel. Halleluja, prijs de Heer. En al heel vaak, want een van mijn favoriete Bijbelteksten is Romeinen 12, vers 19. Dus hoofdstuk 12 en daarvan het 19e vers. En nu ga ik Romeinen 12 vanaf vers 1 doen. Eigenlijk moet je beginnen bij Romeinen, niet bij Romeinen 12, maar ja, ik heb
heb ook niet meer zoveel dagen nog te leven. Dus ik moet ook een beetje opschieten. Ik duik maar gelijk Romeinen 12 in. En je spreekt hier, je luistert nu naar iemand met een IQ van 140 ongeveer. En ik heb een 9 gescoord voor logica, een 8,5 voor taalfilosofie en een 8 voor metafysica. Ik ben niet een dombo of zo. Ga je mij niet vertellen. Ik heb te weinig bier. Maar dat is mijn probleem. Ja? En niet dat van jullie. Nou, ik ga nu voorlezen. Ik heb hier, jullie kunnen meekijken. Dit is de Statenvertaling. Dat is Nederlands. En dan hebben we hier de King James. Ja? Nou, zal ik beginnen met het Engels. Romeinen hoofdstuk 12, vers 1. Ik lees het voor zonder het schuinschrift. Dat heb je niet nodig. Jullie kunnen meelezen, maar je hebt het schuinschrift niet nodig. Dit komt uit Hebreeuws of Aramees. Nee. Dit is Romeinen. Dit is het Nieuwe Testament. Dit is uit het Grieks. Nou, komt ie. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, your reasonable service. En dan, wat staat er in de Statenvertaling? Daar staat, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. Hier kan je denk ik een uur over lullen. Dat ga ik proberen. En dan is de supermarkt open. En dan ga ik tot het kopen van bieren. Wat staat hier? Ik bid u dan. Bidden is vragen. Ik vraag aan u. Broeders, door de ontfermingen Gods. En wat is een, ja, we zullen het dan in het Engels dan. Ja, de ontferming is een mercy. De ontferming Gods. Dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Een offerande is een sacrifice, een opoffering. Er wordt hier gevraagd aan jou om je lichaam te offeren. En dat is redelijk. Het is niet te veel gevraagd om je lichaam te offeren. Dat staat hier. Romeinen 12, vers 1. Nee, hier is een goed bericht. Dus dat betekent dat wij allemaal aan de slag moeten. Aan de slag. Hè? Aan de slag niet, maar slag. Aan het werk moeten. Ja, maar ik heb maar één lichaam. Ja. Ja,
Jij bent een soldaat en je hebt maar één geweer. En dan zeg je, nou, dit is mijn enige geweer en ik ga niet schieten. Ja, homo, wat hebben we aan jou? Ja, ga toch weg. Hè? Je hebt één lichaam. Punt. Jouw leven, dat is eeuwig. Maar jouw lichaam niet. Nee, jouw lichaam ga jij offeren. Sacrifice. Natuurlijk. Wat moet je anders met een lichaam? De hele dag scheten laten. Een beetje voedsel erin proppen aan de bovenkant. Want anders kan je geen scheten laten. Ja, ha 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 ha. Je hebt wel wat meer te doen in je leven, dacht ik. Nee, want ik ben een zak moleculen. En dat is een meer. Ja, echt allemaal moleculen. En dat vind ik echt wel lekker. En ik ben heerlijk moleculair bezig. Nou ja, joh. Wat heb je gisteravond dan gedaan? Ja, gisteravond heb ik gekeken naar de Formule 1 races. Oh. Ja, wat is daar belangrijk aan? Is dat een offerande? Een beetje naar de Formule 1 races zitten te kijken? Ja, kijk maar, kijk, morgenochtend moet ik weer in de file staan. Want anders kan de A12 niet verbreed worden. Dus ik heb al lang ingetekend dat we staan in de file op de A12 en dan gaan ze allemaal bomen weghakken. En dan kunnen wij file veroorzaken bij Amsterdam-Zuid. En dat wilde ik altijd heel graag. Want files horen erbij. Ja, wat moet ik met stupiditeit? Wat is daar de deugd van? Nou, Perry, dat weet je best wel. Want zalig zijn de armen van geest. En dat begrijp ik heel goed. Oh, sukkel, haal je kind van school. En geef het thuisonderwijs. Werk een beetje mee, homo. Sacrifice your body. Begin ermee. En niet zelfs, niet straks. Nee, hoort er nog, verdomme. Heb je dat goed begrepen? Ik wil niet lullig overkomen. Dat is nooit mijn bedoeling geweest. Maar iedereen zegt dat ik lullig overkom. Ja, dat zal dan wel zo zijn. Dus dat maakt mij ook geen donder uit. Ik betaal geen belasting meer. Helemaal klaar mee. Ze komen me maar arresteren. Stelletje homo's. Stelletje leugenaars. Ik... Mijn lichaam is een offerande. Geofferd aan jullie. Ik ben overal klaar mee. Ik vind het al lang mooi geweest. Ik doe het helemaal best. Ik heb er genoeg van. Jij hebt een lichaam. Daarmee kan je spreken. Met dat lichaam kan je denken. Met dat lichaam kan je ruiken. Ja, en al die andere dingen. Ja. Maar waarvoor? Ja, ik ben een zak moleculen en ik stam van de aap af. Ja, sukkel. Denk je nou echt dat dat genoeg is?
Ja, kijk, je weet wel, Perry, ik heb dat motto, een dag niet geneukt, is een dag niet geleefd. Dus ik neuk mezelf helemaal in de ronde. En dat komt omdat ik van de bonobo afstam. Auw. Auw. Nou, stom verbaasd, denk ik. Nou, is dat zo? Ja, want mijn DNA stemt voor 98,99% af van de bonobo. Nee, sukkel, je bent geen kind van God. Dat is jouw schande. En niet mijn schuld. Ik heb daar niks mee te maken. Als jij vindt dat je van de bonobo's afstamt, jouw zak moleculen, dat zal dan wel. Dan gaan we neuken. What do I fucking care? Zoals die jongens van de Beastie Boys. Met You Got a Fight for Your Right to Party. Geweldig nummer in Best Groot. En die Beastie Boys, die hebben ook gestongen van stop je lul in een aardappel. Kan je toch ook lekker neuken? Mr. Potato Head. Hey, waar ben je mee bezig? Jij hebt van God het perfecte lichaam gekregen. Gebaseerd op 666. Dat is het getal van een mens. Wist je nog? Homo, bijbeltje, lezertje. Je hebt het meest perfecte lichaam, wezen, dinges, entiteit, meuk, zakmoleculen wat mij betreft. Die heb je gekregen. En wat doe je ermee? Ja, de bedoeling is dat je je lichaam offert. Dat is redelijk. Dat is de redelijke godsdienst. Het is waar. Ik kan wel lopen brullen als de eerste beste gereformeerde, hervormde uitschelder. Het is zo. Daar kan ik niks aan doen. Jij hebt je lichaam te offeren. Je hebt je hele lichamelijke aanwezigheid op deze wereld te geven. Ga hangen, net als Jezus aan het kruis. En dan niet zo zeuren als Jezus. Hè? Dat Jezus zei van, oh, laat deze bittere beker aan mij voorbij gaan of zo. Dat doen we niet. We zijn 2000 fucking jaar verder. Maar jij gaat je lichaam offeren. En niet leven voor jezelf. Homo! En dat laatste bedoelde ik positief, hè? Want homo betekent eenheidsmens. Homogeen, weet je nog? Het is Grieks. Met mij geen ruzie maken over talen, want dat verlies je. Dat je het even weet. Nou, en dan krijg je vers 2. En dan ga ik stoppen, want mijn bier is echt helemaal op. Vers 2. Eerst in het Engels. Ja. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what that good and acceptable and perfect will of God. En hoe hebben die Nederlanders dat vertaald?
En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Yep. Je mag niet meedoen met deze wereld. Dat slaat nergens op. Wil je bommen gooien op Irak? Homo. Je kinderen laten spuiten met holle naalden en dan formaldehyde en timerosal en squalene. Ja, kijk, mijn kind is nogal bewegelijk en ik dacht er zelf, als ik dan laat volspuiten met squalene, zoals jij zegt, Perry, in formaldehyde, dat helpt. En dan timerosal, wat is dat ook alweer? Smeer op. Serieus, ik heb geen respect voor ouders die hun kinderen laten vaccineren. Een no-go. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Dit waren twee versen. Romeinen 12, vers 1 en vers 2. Ik ga hem doordenderen tot en met vers 19. Alleen om jullie te pesten. Natuurlijk is dat pesten. Ja, dat snap ik ook wel. Maar niet erg, toch? Ja. Ik ben Perry Winkel. En ik vertel jullie dat waarvan ik vind dat het de waarheid behelst. En dat God van je houdt. En dat God naar jou op zoek is. En aangezien God doorgaat voor de beste, zal hij jou vinden. Of hij heeft jou al gevonden. En dan was het hooguit grappig wat ik heb gezegd. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag lieverds.